Pizza naar de moon. Die pizza couriers, bezorgers op de scooter. Als ik ze zie rijden, denk ik, joh, is dat de moeite waard? Je eigen dood maken voor 1 of 2 pizza die je naar 15 of 20 euro die je moet brengen. Nou, ik zou dat niet doen hoor. Ik zou gewoon rustig op mijn gemak, zoals het hoort. Het blijft altijd warm. En als het niet warm is, moeten we het maar opwarmen. En als het hun niet bevalt, dan zou ik zeggen, af ieder zin, ik zoek andere werk. Want ik ben nog niet bereid om dood te gaan.
normaal, man. Ik sta bijna een kwartiertje te wachten. Om eindelijk links af te gaan. Terwijl er helemaal geen fuck rijdt. Deze stoplicht. Kijk, daar gaan ze weer hoor. Het is de derde keer al. Ga jullie nou eens een keertje normaal doen? Iedereen gelijk voorrang geven. Ik sta al 15 minuten te wachten. Alle kanten rijden, behalve mijn kant niet. Moet ik op de rode licht gaan rijden, Abu Talib? Moet ik langs de rode licht gaan rijden? Dat is eigenlijk wat jullie aanlokken nu met dit gedrag. Vier keer, die andere auto's rijden heen en weer. Je ziet het in de camera. En ik sta nog steeds op de rood. Fuck jullie naar. Nou, heb je gezien? Dat is wat jullie uitlokken. Het is triest, man. Triest, triest. En als je dat zegt, dan zeggen ze, hij is gek. Ik ben dus gek.
boer, zeg je dat? Smisselijk.